Power Valpal en Gameflop. Ja, om de simpele reden. Batterij is laag, energie is laag. En ik had dit eerlijk gezegd niet op de planning staan. Maar dit is nou de video 3 van de dag van Montover. Dus ik heb vandaag gewoon 3 video's geschoten. In ieder geval, ik loop eerst even terug naar het begin van de kermis. En dan loop ik even langs alles wat interessant is. En ga mogelijk nog ergens in. Wie weet. Nou, als dit bijzonder te doen valt, dan weet ik het ook weer. Een rapper dribbel op kermis weer. Ik weet dat meer een reisje te zijn. Maar dat hier in Nederland staat, ja, dat is toch wel mooi. Maar de zichtbaar zijn hier, die staan in Toverland of in Efteling. En net zoals vorig jaar is Reactor er ook gewoon weer bij. De Snowjet heeft ook een hele mooie positie, pal naast het station. Dus als het station eruit loopt, boem, daar staat hij. Alleen ja, dat is eigenlijk te duur voor hun. Nou, hier hebben we X-Drive. Eigenlijk een beetje de propeller, alleen dat ik klein en dan eigenlijk als een echte booster. Ah ja, ziet er leuk uit. Maar vanavond niet meer waarschijnlijk. Nou, en Raden bieden dit jaar geen geld die hoeft in te leggen op zo'n reuzenrad. Dat klopt, kermisbeert. En de eigen kermis met de spinning. En uiteindelijk geef ik hier de false pass. Ik wil morgen nog een paar attracties, alleen ik moet qua echt qua tijd kijken of het echt gaat lukken. In ieder geval, ja, jullie zien het ook, echt. Alle lampjes, die geven echt een enorme spike af. Dat is waarschijnlijk omdat de lens vol is, ik weet het niet. Maar daar heb ik al een hele lange tijd last van. Het heeft vandaag geregend, dus de lens is sowieso wel geworden. In ieder geval, ja, bedankt voor het kijken van deze video. Het vond je leuk, vond het leuk te liken en te abonneren als je het niet gedaan hebt. En vergeet gewoon niet op het belletje te drukken, zodat je notificaties krijgt wanneer ik nieuwe video's upload. In ieder geval bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en ik zie jullie in de volgende. Hoi!